De ethiek kent verschillende normatief-ethische visies. Onder andere de gevolgen-ethische visie of teleologie en de beginsel-ethische visie of deontologie. Jochem, kun jij even de beginsel-ethische visie of deontologie uitleggen? Ja, zo kan die wel weer, Jochem. Leg het even uit, alsjeblieft. De beginselethische visie of deontologie is plichtsethiek. De beginselethische visie, de deontologische ethiek, heeft als uitgangspunt dat bij de benadering en oplossing van het ethisch dilemma recht gedaan moet worden aan een bepaald beginsel, een principe. Bij de beginsel-ethische visie gaat het om dat wat voorafgaat aan de daad, het motief tot de daad goed moet zijn. Zoiets. Ja, Kees, kun jij dat verder aanvullen misschien? Ja, Kees, hartstikke mooi, hartstikke leuk. Kunnen we nu verder gaan? Het gaat om de intentie van de dader. De bedoeling, de intentie van de daad moet goed zijn. Je moet tevens handelen uit plichtsbesef en niet uit neiging, eigen belang. De waardigheid van de mens is hier een centraal beginsel. De mens is namelijk geen middel, maar altijd doel op zich. Een praktische tip om vanuit de beginselethische ofwel de deontologische ethiek goed te handelen is je de volgende vraag te stellen. Hoe zou het zijn als anderen zouden handelen zoals jij? Ja, zoals jij ja. Een voorbeeld. Wanneer je bedrijf rekening houdt met de milieueffecten van het productieproces, omdat je als beoogd doel hebt dat het bedrijf een bijdrage levert aan een gezond milieu, dan is er sprake van een ethisch goede bedoeling. Is je motief echter alleen maar dat je het bedrijfsimago wilt opvijzelen, dan kunnen we ons afvragen of hier wel sprake is van ethisch goede bedoelingen. Dan handel je namelijk uit neiging, eigenbelang. Nee, als je echt voor het milieu wil gaan en het resultaat is nog steeds niet zo leuk, ja, dan heb je nog steeds ethisch goed gehandeld, want de bedoeling was goed. Goed, nu met betrekking tot de casus. We hadden het over het tekenen van de geen homo-verklaring of het niet tekenen van de geen homo-verklaring. Wat zou de deontologie doen? Wat zou de beginselethiek doen? Nou, de goede bedoeling, het beginsel, menswaardigheid en plicht staat centraal. Je moet niet handelen uit neiging om er zelf beter van te worden, dus je tekent niet. Een mens is geen middel, maar altijd doel op zich. En hoe ging het ook weer, die praktische tip? Zou je willen dat iemand een verklaring tegen jouw manier van leven zou ondertekenen en jou daarmee disqualificeren als mens? Nee, natuurlijk niet. Dus dan moet je nu ook niet tekenen. Kijk, dan heb je ethisch goed gehandeld. Totaal anders.